Dan kom ik bij agenda punt 11. En dat betreft de recreatieve ontwikkeling landgoed Nederheide. Een bespreekpunt wat we meerdere malen de revue hebben laten passeren. Alleen vanavond staat het ten opzichte van de eerdere keren in een wat bredere context dan de voorgaande keren. En graag wil ik het onderwerp in bespreking geven en beginnen bij de fractie van het CDA. Mevrouw van Dijk. Dank u wel. Nou, als eerste willen we toch de wethouder die hier heel veel energie in heeft gestoken complimenteren. Want we kunnen kritisch zijn op wat er in het verleden heeft gespeeld en dat zijn we ook. Want we zijn niet blij met de houding van de ondernemer de afgelopen jaren. In plaats van hekwerk zonder af te stemmen en het heffen van intree zonder af te stemmen, zo willen we niet dat er gewerkt wordt in onze gemeente. Een ondernemer mag ondernemend zijn, maar wel samen met de gemeente en niet voorlangs. En als de ondernemer er niet uitkomt met de gemeente, dan zijn wij, de raad er ook nog. En dan worden we graag geïnformeerd door de ondernemer, want het CDA zal ervoor samenwerken en ook samen verder komen. Maar we willen vooral vooruitkijken. Er ligt een mooi recreatiegebied met een fantastisch zwemstrand. En daarvan willen we heel graag dat heel veel mensen gebruik van kunnen maken. En met het voorstel wat er nu voor ligt, zien we wel kansen. Maar we hebben ook wel een aantal kanttekeningen of wensen tot aanvulling. En deze zitten dan met name in de formulering van de kaders. En hier zijn we kritisch over, want het zijn immers wel de besluiten waarover we praten. We vinden dat er nog wat te veel ruimte wordt gegeven. Als ik ze dan even voor de voet afga. Besluit 1, het kennis nemen, daar kunnen we mee akkoord gaan. Puntje 2, in te stemmen met entreeheffing voor standbad Nederheide. Dat vinden we dus niet handig geformuleerd, want we stemmen niet in met intreeheffing voor Nederheide. We stemmen in met intreeheffing met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar in zijn algemeenheid. En de inwoners van Gemert-Bakel specifiek. Dus die zien we graag anders geformuleerd. Dan 3a. Wij willen graag de toevoeging dat er ook gehandhaafd wordt. Dus niet alleen juridisch goed inregelen, zodat er opgetreden kan worden, maar ook optreden. Puntje c. Akkoord mits het onze formulering betreft en niet zoals die nu bij 2 verwoord staat. En bij D, we zijn het ermee eens, maar het is ook wel meteen een lastig punt. Want wat is dat dan, praktisch goed werken? En voor wie moet het dan praktisch goed werken? Voor de ondernemer of voor onze inwoners? En wij stellen dan heel duidelijk onze inwoners. Niet bijvoorbeeld 1 keer per jaar de kans om een abonnement op te halen, maar meerdere malen per jaar en laagdrempelig. Puntje F. Daar staat dat de exploitant het beheer en het toezicht op zich neemt. Wij nemen aan dat betekent dat hij ook financieel het beheer bekostigt. Dit in eerste instantie. Dank u wel. Ik kom bij de fractie Lokale Realisten, de heer Vogels. Ja, verrassend hè. Voorzitter, ik ga niet allemaal herhalen wat mevrouw Van Dijk al gezegd heeft of wat al in de commissie gezegd heeft. Want ik was in eerste instantie van gedachten dat alles wat in de commissie is gezegd over dit punt wellicht kan worden gezegd, geacht wordt onderdeel uit te maken van het besluit. Maar nu het besluit eigenlijk is aangepast door zeg maar, alle in de commissie gedane uitspraken op te nemen in het besluit, moeten we toch even denk ik nu kritisch zijn richting het besluit wat ervoor ligt. En net als mevrouw Van Dijk heb ik daar een paar opmerkingen over. Kennis nemen van, ja prima. In te stemmen met de entreeheffing, helemaal eens met de toevoeging van mevrouw Van Dijk. En dat betekent even, want dan kijk ik even naar punt C van 3 daaronder, of 3C. Juridische borging van de door de ondernemer aangegeven wijze van entreeheffing. Ja, dat moet toch echt zijn, juridische borging van de vrije toegang voor inwoners van Gemert-Bakel en voor kinderen tot 12 jaar. Want het gaat ons niet over het borgen van die wijze van entreeheffing, het gaat over het borgen dat het vrij blijft. En dan bij punt 3. A en B denken wij dat goed beschreven zijn. C heb ik het zojuist over gehad. D en E heeft mevrouw Van Dijk al iets over gezegd. F, inderdaad, ook wat ons betreft graag die opmerking. Juridische borging dat de ondernemer exploitant het beheer en toezicht van standbad en omgeving op zich neemt. Wij zouden daar toch heel graag uitdrukkelijk opgenomen zien en voor zijn rekening neemt. Ik geef u de teksttoevoeging maar voor wat het waard is, maar we horen straks heel graag wat we nou feitelijk dan besluiten. Bij punt H een tijdsplanning waarin de realisatie van de toekomst wordt afgesproken. Voorzitter, gelet op de ervaringen in het verleden die geen garantie bieden voor de toekomst, zeggen wij die toekomstplannen, en dat moet u borgen, die gaan pas in, oftewel al die wijzigingen die gaan pas in nadat het juridisch geborgd is.
Normaal gesproken zou je zeggen morgen aan de gang en we regelen het later wel. In dit geval draai ik dat graag om. Dan heb ik in de commissie nog iets gezegd over de strijdigheid van de huidige activiteit met het bestemmingsplan. En dan heb ik het over de feesten en partijen. Dat wil niet zeggen dat wij daar tegen zijn, maar dan staat nergens genoteerd, dan zou dat ook opgenomen moeten worden in het bestemmingsplan. Dus graag duidelijkheid daarover. Op het bestemmingsplan krijgen wij nog over te praten hier in de Raad. Maar maak het dan ook duidelijk of het nou wel of niet kan, zodat er geen nieuwe discussie over ontstaat. Dan heb ik ook gezegd in de commissie, en dat vind ik niet terug in deze stukken, ik wil het toch graag nog eens even bij noemen, dat we staan hier feitelijk toe, weliswaar onder voorwaarden, dat er een ander verdienmodel komt voor de exploitant. Wij denken dat het goed is voor Gemert Bakel, het zal ongetwijfeld ook goed zijn voor de exploitant, wij juichen dat ook toe, die ontwikkeling. Maar dat ander verdienmodel, dan willen wij ook dat die pachtsom tegen het licht wordt gehouden. Dan moeten we daar ook eens naar kijken. Dus dat moet wel wezenlijk onderdeel uitmaken van de verdere procedure. En daar willen we ook graag iets van terug horen. En dan als laatste. Ik heb in de commissie begrepen, maar ik kijk even naar mijn linkerzijde, naar de dorpspartij. Daar heeft de dorpspartij gezegd, aanpassing in de erfpachtsovereenkomst ter goedkeuring aan de raad voorleggen. Dat is in de commissie zo besproken. Ik weet niet of jullie er nog op terugkomen. Zo ja, dan zeg ik er nu verder niks van, maar dan... Dat is wel een uitdrukkelijke wens van ons. Tot zover, voorzitter. Kom ik bij de fractie van de dorpspartij, de heer Koop. Dankjewel, voorzitter. Ja, de ontwikkelingen op Nederheide hebben de afgelopen paar jaar zich laten lezen als een heel slecht boek. En we hebben nou toch te voorzichtig gehoopt dat het slot misschien iets beter mag zijn. Voor ons ligt een visie aangaande de recreatieve mogelijkheden van landgoed Nederheide. En wel moeten wij weer tot onze spijt constateren dat de exploitant het niet kan nalaten om het gemeentebestuur, college en raad nog eens een keer na te trappen met betrekking tot de perikelen rond de entreeheffing. Dat getuigt in mijn ogen zeer onprofessioneel gedrag en kinderachtig gedrag. De dorpspartij zal zich niet verlagen tot dezelfde bewoordingen en zich slechts beperken tot de inhoud. Ook de dorpspartij ziet net als de ondernemer een groot recreatief potentieel in Nederheide. De dorpspartij kan dan ook in grote lijnen deze visie ondersteunen. Exploitant vraagt in zijn visie ruimte om dit potentieel te kunnen ontsluiten en ontwikkelen door middel van een bestemmingsplanwijziging en aanpassing van de erfpachtovereenkomst. De dorpspartij ziet ook de recreatieve mogelijkheden die er liggen en is bereid om hem deze ruimte te geven, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Voor wat betreft de toeristencamping kunnen wij akkoord gaan met de voorstellen zoals deze in de visie zijn vastgelegd. Ook wij denken dat de hedendaagse toerist meer is gesteld op comfort en daar ook meer voor wil betalen. Met het voorstel om te komen tot een zogenaamde glamping, meer luxe maar toch natuurbeleving, denken wij dat de wensen van de hedendaagse toerist wordt vervuld. Met daarnaast toch ruimte voor een trekkerscamping worden alle partijen hiermee voldoende bediend. Inspelen op wat de toerist behoeft, dus zorg voor voldoende flexibiliteit binnen een bestemmingsplan. Met de realisatie van de hotelaccommodatie wil men zich meer gaan richten op de verblijfsrecreatie. Dit krijgt ook onze volle ondersteuning, want als dorpspartij denken wij ook dat geen wat meer te bieden heeft dan alleen maar dagrecreatie. Voor wat het informatiecentrum betreft zijn de plannen ons wat te vaag. De discussie omtrent de verdeling van de kosten komt ons een beetje vreemd over, omdat het huidige erfpachtcontract daar hier ons inziens duidelijk genoeg is. Wij begrijpen dat een informatiecentrum aan zich niet direct economisch renderend is. Alleen is dat wel de bedoeling van een informatiecentrum. Het is toch het totaal aan diensten wat een recreatieve poort tezamen met de zwemplas te bieden heeft, wat het renderend moet maken. Het is de aantrekkingskracht die maakt dat men daar wil vertoeven. Of ik nu een kopje koffie wil drinken, wil gaan zwemmen, zonnebaden of informatie opdoen over onze mooie gemeente. Het geheel moet het economisch renderend maken en niet de informatievoorziening aan zich. En het is zelfs zo dat de basis en oergedachte achter de recreatieve poort alleen de informatievoorziening was. En niet een of ander te duur pand wat daardoor nu niet rendeert. Dus de dorpspartij wil dat er concrete afspraken gemaakt gaan worden omtrent de realisatie van het informatiecentrum in het erfpachtcontract. De permanente bewoning. Permanente bewoning blijft zoals de visie aangeeft een belangrijk punt van aandacht. En het is jammer dat het college geen prioritering wil geven aan handhaving op Nederheide. De dorpspartij is hier duidelijk een andere mening toegedaan en zal daar in het agendapunt handhavingsnota op terugkomen.
Verder stelt de visie dat Nederheide onvoldoende medewerking ondervindt vanuit het gemeentehuis, doordat er onvoldoende communicatie is als iemand zich in wil schrijven op hutte 5, waardoor het moeilijker wordt om maatregelen te nemen voor Nederheide. En hiervan heb ik graag een reactie van de portefeuillehouder of dit werkelijk zo is en wat men hier aan denkt te gaan doen. En dan last but not least, voorzitter, het strandbad. Het probleem bij het strandbad is niet het tekort aan bezoekers, maar het teveel aan bezoekers. In plaats van de 750 bezoekers per dag hebben we er zelfs 4000 gehad bij mooi weer. De Dorpspartij begrijpt dat bij zulke aantallen bezoekers het beheer en handhaving van de orde en gedragsregels hogere investeringen vergt. In materialen en bemensing, dus ook hogere kosten. Maar wat wij niet begrijpen is dat meer bezoekers hier altijd is weggezet als een probleem en niet als een kans. De zinsnede in de visie dat er nagenoeg geen uitwisseling is tussen de horeca en het strandbad, omdat bezoekers hun eigen eten en drinken meebrengen, is in onze ogen een drogreden. Met iets meer fantasie denken wij dat het mogelijk moet zijn om die uitwisseling wel te realiseren en meer renderend te maken. Het niet renderen en de extra kosten voor beheer en handhaving maken het noodzakelijk om entree te heffen volgens de exportant. Discussie hierover en de illegale entreeheffing van afgelopen jaar is ruim in de pers uitgemeten geweest. De Dorpspartij is in deze discussie altijd heel duidelijk geweest en achter de gemaakte afspraak met de inwoners blijven staan. Geen entree voor inwoners uit Gemert-Bakel. De Dorpspartij heeft altijd gepleit voor het heffen van parkeergelden voor geparkeerde auto's, of zoals nu voorgesteld, alleen entree voor bezoekers buiten Gemert-Bakel. De entree moet de exploitatie sluitend gaan maken, zodat alle beheers- en handhavingstaken ten volle uitgevoerd kunnen worden. Alleen is die onderbouwing niet op drijfijs gebaseerd. Is het niet een bom met een ingebouwde vertragingsmechanisme? Want op de vraag hoeveel bezoekers komen er dan van buiten Gemert-Bakel, kan niemand een antwoord geven. Hoe kan men dan schrijven dat men de exploitatie met entree sluitend kan maken als men niet weet hoeveel bezoekers er komen van buiten de gemeente? En hoeveel bezoekers van buiten de gemeente haken dadelijk af als we entree gaan heffen en blijven weg? En zitten wij dan hier volgend jaar weer met hetzelfde probleem en dezelfde vraag? Hoe gaan we dat betalen? Gaan we dan wel entree vragen aan onze inwoners als het nog niet renderend blijkt te zijn? Om dat uit te sluiten, voorzitter, willen wij dat expliciet opgenomen wordt in het erfpachtcontract dat voor een sluitende exploitatie er slechts entreeheffing plaats mag vinden bij bezoekers van buiten Gemert-Bakel of via parkeergeldheffing. Verder moet niet alleen het abonnement gratis zijn voor onze inwoners, maar ook het pasje zelf. Niet dat men daar ook nog geld voor gaat vragen. Verder moet een inwoner van Gemert-Bakel ten alle tijde een gratis pasje aan kunnen vragen en niet alleen op de momenten dat het de exploitant uitkomt. Anders is men straks nog genoodzaakt om een dagpasje of een abonnement te nemen. Want niet iedereen wordt in de maand mei of juni 13 jaar oud. Dat gaat door het jaar heen. Voorzitter, als raad kunnen wij wel een wensenlijstje in gaan vullen, maar als raad hebben wij geen enkele zekerheid dat onze wensen gehonoreerd gaan worden. Immers, wij worden slechts geïnformeerd wat de uitkomst zal zijn tussen de gesprekken tussen exploitant en de gemeente. De afgelopen 2 jaar heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder, de burgemeester, in onze ogen onvoldoende kordaat gereageerd op illegale acties zoals de entreeheffing van het afgelopen jaar en het zoeken naar oplossingen. U begrijpt, voorzitter, dat de Dorpspartij boven op dit dossier zal blijven zitten. Als raadsleden zijn en worden wij regelmatig aangeklampt met de vraag: jullie zorgen er toch wel voor dat de entree gratis blijft? Willen wij als politiek geloofwaardig blijven en onze inwoners niet van de politiek vervreemden, dan is alleen op de hoogte gesteld worden van een definitief erfpachtcontract voor de Dorpspartij niet voldoende, voorzitter. De Dorpspartij wil dat een definitief erfpachtcontract ter goedkeuring aan de raad voorgelegd gaat worden. En ik wil graag een reactie van de voorzitter of hij hiertoe bereid is. Dit in eerste instantie. Dank je wel. Dank u wel. Ik kom bij de fractie D66, de heer Giebels. Het was een heel uitvoerige reactie van de vorige spreker, maar ik denk op vrijwel alle punten een terechte uitvoerige reactie. Op één punt denk ik dat het niet terecht is. Een jaar geleden kwam ik in de raad en werd ik in diverse vergaderingen
van fractievoorzitters, besloten, al dan niet besloten, geconfronteerd met het dossier Nederheide, zoals het genoemd werd. Er ging bij mij geen enkel lichtje branden, totdat het wat duidelijker werd waar het over ging en wat de problemen waren. Vanaf dat moment hebben wij de opzet gekozen om pragmatisch in deze zaak te handelen. Pragmatisch omdat het vrij snel duidelijk werd dat de gemeente hier bepaalde eisen had, bepaalde toezeggingen, bepaalde verwachtingen van de ondernemer. En omgekeerd, de ondernemer bepaalde toezeggingen, bepaalde eisen, bepaalde verwachtingen van de gemeente. Er lag dus een veld waar verantwoordelijkheden elkaar overlapten. En het was dus onmogelijk om tot een goede oplossing te komen als er niet echt gesproken werd met elkaar, met kennisneming van argumentatie en met begrip voor elkaars problemen. De gemeente die officieel voor orde en veiligheid verantwoordelijk is, maar dat voor een groot stuk aan de ondernemer had gedelegeerd, als ik het zo mag samenvatten. De ondernemer die vervolgens vaststelde, de getallen zijn zojuist weer ter tafel gekomen, dat er geen 500 of 1000 bezoekers kwamen, maar duizenden, waardoor het probleem van handhaving vrijwel onmogelijk werd. Daar waren mogelijkheden voor nodig, daar waren financiële middelen voor nodig. En ik ben heel erg blij dat ik getuige ben mogen zijn, en niet alleen dat, van het feit dat gemeente en ondernemer weer met elkaar aan het praten gingen. En ik ben niet van mening dat de portefeuillehouder hier niet goed gehandeld heeft. Ik denk dat hij daar juist wel heel goed gehandeld heeft. En ook een aantal ambtenaren op een hele goede manier hier op een gegeven moment, toen er uiteindelijk weer echt gesproken kon worden en niet alleen geschoten werd op elkaar, maar toen er weer gesproken kon worden met elkaar, dat men op een goede manier met elkaar is omgegaan. En wat we hier nu moeten gaan besluiten vanavond, dat is een besluit in 3 onderdelen. Dat is kennis nemen van de toekomstvisie. Nou, daar nemen wij ook kennis van. Er staan een aantal beachtenswaardige dingen in wat men wil gaan doen, wat de mogelijkheden zijn met Nederheide. En wij zijn het met de vorige sprekers eens dat daar heel veel potentie is. Dus daar zeggen wij ja tegen. Punt 2. Instemmen met entreeheffing voor strandbad Nederheide. Dat gaat ons net iets te ver. Wij hadden er meteen bijgezet geconditioneerde entreeheffing. Of op de wijze zoals aan de overzijde door de vertegenwoordiger van het CDA is verwoord, daar kunnen wij ook mee leven, maar zoals het hier staat, dat moet aangepast worden. En dan de volgende kaders vast te stellen, A tot en met H. Ik ga niet herhalen wat de vorige sprekers gezegd hebben, ik ben het daarmee eens. Natuurlijk moet er gehandhaafd worden straks, daar waar mogelijk sprake is van permanente bewoning. Natuurlijk moet de verstrekking van de gratis abonnementen voor onze eigen inwoners goed geborgd zijn. En de toeristenbelasting, punt G, dat goed geregeld moet zijn. Ik wil hierbij opmerken dat, als mijn informatie juist is, deze ondernemer een van de mensen is, misschien wel de enige of een van de weinigen, die ervoor zorgt dat op het gebied van toeristenbelasting er behoorlijk wat binnenkomt elk jaar in Gemert. Ik kan me vergissen, maar dat is de informatie die ik heb gekregen. Dan een tijdsplanning, nou dat lijkt mij heel verstandig. Maar eerst, en dat is terecht opgemerkt, ik meen door de vertegenwoordiger van de lokale realisten, moet alles juridisch geborgd zijn, geregeld zijn, voordat er verder ontwikkeld wordt, in de zin zoals de ondernemer dat wil. Al met al, ik denk dat er hier goed werk verricht is in het afgelopen jaar. En als het boek heel veel bittere hoofdstukken heeft bevat, dan zijn wij nu getuige van het laatste hoofdstuk. En ik ben ervan overtuigd dat het laatste hoofdstuk heel positief zal eindigen, als we met elkaar in gesprek blijven. Die pachtsom en de erfpachtovereenkomst, ja, daar kunnen we het nog een keer over hebben. Ik ben het eens met de vorige sprekers die zeggen, we willen wel graag die erfpachtovereenkomst ook in de raad vast kunnen stellen. Kortom, heel positief over de pragmatische aanpak die uiteindelijk het laatste jaar gekozen is door het gemeentebestuur. Heel positief ook over de insteek die de ondernemer heeft gekozen. En ik denk dat dit voor zorgt van samenwerking tot hele goede dingen gaat leiden op Nederheide. Dank u wel. Dank u zeer. De fractie OPA, de heer Fales. Dank u wel, voorzitter. De uitbreiding naar 180 chalets. Dat is voor risico van de ondernemer natuurlijk. Daar kom ik later op terug. De glamping is voor de hogere, iets hogere inkomens en mensen die luxe willen en dat willen we ons laten geloven. Misschien is dat ook zo. Maar OPA Gemert gelooft dat ook nog steeds dat er mensen met die kleine beurs zijn die met een eigen tentje en gezin een vakantieplekje van eigen tent op prijs stellen. En ook dit tegen een redelijk te betalen prijs een leuke vakantie genieten.
De te realiseren hotelkamers zijn nauw verbonden met de hotelchalets voor de verhuur. Maar zijn die ook daadwerkelijk voor de verhuur of komen ze ook te koop? Dan is 10 hotelkamers niet rendabel, maar dat is ook ondernemersrisico. Dus er moet na verloop van tijd een gebouw bijkomen voor meer hotelkamers. Ten eerste staan er duidelijke afspraken in de gezamenlijke notariële overeenkomst tussen gemeente en ondernemer. Onder andere op pagina 12 van de overeenkomst, artikel 10. De gebruiker zorgt ervoor dat er altijd sprake blijft van openbare en gratis toegang tot het contractgebied. Er mag geen intreeprijs worden gevraagd aan bezoekers van een strandbad. De informatievoorzieningen en de parkeerterrein, ook artikel 10, staat er ook in. Geen heffing. Het voorstel om alleen de inwoners van Gemert-Bakel gratis toegang te verlenen is voor opa Gemert-Bakel niet acceptabel. En bezoekers van buiten ons mooie dorp willen bezoeken om die te laten betalen. Er staat duidelijk in de overeenkomst dat er geen verschil mag worden gemaakt. Als het toeristen zijn met overnachting in Gemert, betalen ze al voor hun verblijf in de gemeente, toeristenbelasting. De ondernemer heeft alles in eigen hand, wat ook de mogelijkheid biedt om de prijzen ieder jaar aan te passen. De inwoners moeten sowieso paspoortjes laten maken, kosten plus minus 10 tot 15 euro per persoon. En misschien ook nog een vergoeding voor het aanmaken van het abonnement. Als de ondernemer de overeenkomst wil openbreken, dan kan de verhuurder verpachter de gemeente ook andere eisen stellen of kan er gekeken worden naar nog meer kandidaten. Aangaande omheining is in eerste instantie dit ook geplaatst zonder toestemming van de eigenaar of overleg. Staat ook in de notariële akte artikel 11. De entreeheffing, gemeenteraad heeft zich al meerdere keren uitgesproken tegen entreeheffing. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik kom bij de heer Masterbroek, fractie Partij van de Arbeid. Dank u wel, meneer de voorzitter. Normaal geef je een ondernemer de ruimte om te ondernemen. En als die kiest voor een ander verdienmodel, dan sta je daartoe uiteraard naar toetsing aan de wettelijke voorschriften. Dit is wat specialer. We hebben het hier immers over een soort partner waar we ook een erfpacht overeenkomst mee hebben. En daarmee is de raad natuurlijk wat meer aan bod. Wij willen graag meedenken. Zeker omdat ook een verdere ontwikkeling van toerisme en recreatie ook bij ons een van de speerpunten is. En wij kijken niet in wrok om naar het verleden, maar we kijken er wel naar om onderuit te leren. En we zijn dan ook blij dat eigenlijk deze integrale benadering, het lijkt erop dat dat gaat leiden tot het oplossen van een zwaar dossier. We zijn daar blij mee. De ondernemer kan zich verder ontwikkelen. En in de kaders zijn zaken meegenomen die ook wij belangrijk zijn. Wij vinden het dan ook erg goed dat de zaken, de opmerkingen die in de commissie aan zo gemaakt zijn, nu integraal onderdeel van het besluit zijn geworden. Daar kunnen we verder mee. Wat ik wel even nog een vraag heb, zijn ook de opmerkingen bijvoorbeeld vanuit CDA Lokale Realisten. Met betrekking tot besluit 2 en een aantal zaken uit de kaders. Of die nu gaan leiden tot het amenderen van de tekst. En graag zou ik daar dan wat meer. Zou ik ook willen weten op welke tekst ik dan ja ga zeggen. Ik wil nog wel kwijt, ook binnen die kaders, dat evenals opa, dat voor ons ook heel erg belangrijk was dat er ruimte blijft voor tentjes en normale caravans. Nou, dat wordt nu ook in de kaders meegenomen, daar kunnen wij mee vooruit. En ook werd ook al eerder gezegd, ik geloof dat de dorpspartij ook al refereerde, de handhaving. De handhaving van illegale bewoning. We hebben de indruk dat de ondernemer van goede wil is. En in de commissie heb ik er ook al het een en ander over gezegd. Zijn wij in staat om als gemeente ook meldingen te doen van inschrijvingen op dat adres? Want dan voorkomen we wellicht ook een aantal zaken. En is het niet zo, en ik hoop niet dat het deze reis weer is gebeurd, dat er plotseling stemkaarten op de hutten worden bezorgd. Want dat kan immers niet, want daar zou geen mens mogen wonen. Ja. Dank u wel. Dat is voor wat de bijdrage van de fracties vanuit de raad in eerste termijn is.
voor wat de beantwoording betreft. Er is natuurlijk sprake van een co-productie geweest. Ik weet niet wie over het eerste begin. Zal ik het spits afbijten? Dan zou ik willen beginnen met de opmerkingen die vanuit de fractie van het CDA gemaakt zijn gelijk aan het begin. Enerzijds kritisch zijn met betrekking tot de ondernemer, maar anderzijds vooruitkijken. Het is een mooi gebied. En als je kijkt naar het coalitieakkoord, maar los van het coalitieakkoord, het toerisme en het recreatie, wat we een warm hart toedragen, dan denk ik dat je daar mooie kansen hebt in een mooi gebied. Er zijn een aantal kanttekeningen gemaakt, daar kom ik zo nog even op terug. Want ik had me graag willen aansluiten bij de opmerking die ook al gezegd is, geen wrok, niet terugkijken, vooruitkijken, en zo zou ik daar zelf ook mee om willen gaan. Het is een lastig dossier geweest, we hebben heel wat discussies erover gevoerd. Ik wou mijn ziel niet op tafel leggen hierin en gewoon zeggen, gebeurd is gebeurd en we hopen nu tot een mooie oplossing te komen en verder te kunnen. Dan kom ik bij de opmerkingen, de kanttekeningen die gemaakt zijn. Het zijn er nogal wat, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze leven. De eerste is kennis nemen van de toekomstvisie en de aanvraag voor herziening van het bestemmingsplan. Waarvan u zegt van ja, het is toch wel goed dat het uiteindelijk tot een integrale aanpak heeft geleid. En dat biedt meer mogelijkheden ook hoe of het zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen. Bij punt 2 is gezegd in te stemmen met de entreeheffing voor Strandbad Nederheide. Maar daar is aan toegevoegd, eigenlijk zou je hem om moeten draaien. En moeten zeggen van niet instemmen met entreeheffing, met uitzondering van. En dan draai je het om, kinderen tot 12 jaar gratis, inwoners vanuit de gemeente ook gratis. Maar dan draai je hem dus om. Kijkend naar de kaders, er zijn een aantal dingen genoemd. Wij hebben in de tijd gezegd dat in de tijdpad, we koersten op april besluitvorming in de raad. We zijn een maand voor op dat schema en ik denk dat dat een goede zaak is, omdat sommige onderdelen hebben wij ook de grote wens gehad en de ondernemer ook, dat als er al maatregelen genomen zouden moeten worden met betrekking tot het nieuwe seizoen, ik noem het hek en de vrije doorgang, de wandelmogelijkheden, dat dan ook voor die tijd gerealiseerd moet worden. Zou moeten kunnen worden. Dan blijven er nog een aantal vragen over, zoals die hier verwoord staan. Natuurlijk de juridische borging met betrekking tot de permanente bewoning. Ze zijn allemaal ook genoemd. De bedoeling was juist om in februari de kaders op te halen bij uw raad. De kaders hebben we opgehaald, die zijn hierin verwoord. Maar de uitwerking daarvan zit hier nog niet in. Dus het is wel zaak om op korte termijn het overleg met de ondernemer voor te zetten. Dat is ook altijd de bedoeling geweest. En de vraag is natuurlijk of je, als je hiermee instemt, of daarmee al iets is gedaan wat het toekomstig overleg wat met de ondernemer plaatsvindt doorkruist. Naar onze mening niet, want die afspraken zullen toch gemaakt moeten worden. Daaronder valt de erfpachtovereenkomst, daaronder valt de juridische borging van een aantal onderdelen zoals hier genoemd. Dat allemaal gehoord hebben, zijn er op onder. Even ter interruptie toch een vraag, want u zei net iets tussen neus en lippen door van dat het zomaar zou kunnen zijn dat er al dingen gebeurd zijn in de tussentijd. Nee, ik bedoelde dat er juist dingen, dat op een aantal onderdelen er wellicht op korte termijn maatregelen genomen zouden moeten worden, bijvoorbeeld met het hekwerk. Nee, oké, maar daarna gaf u aan, weet u natuurlijk niet zeker of er in de tussentijd al dingen zijn gebeurd vooruitlopend op die afspraak. Zo interpreteerde ik het en nee, daar schrok ik een beetje van. Nee, zo heb ik het in ieder geval niet bedoeld. Het ging er juist om dat we nog tijd hebben om een aantal kaders die we nu hebben aangegeven, om die verder invulling te geven. En dat is ook de bedoeling in het voorstel geweest, dat het hier nog niet waterdicht is, maar dat het veel meer is deze richting de goede, is het begaanbaar, waar ik van uw zijde hoor. De integrale aanpak, die juichen we toe. Er zijn op onderdelen vragen, die moeten de nadere invulling gaan krijgen. Heel concreet zat het natuurlijk bij de entreeheffing, waar je heel makkelijk kunt omdraaien en dan heb je een andere borging van hetzelfde probleem. Ik kijk even in de richting van mevrouw De Ruiter, of er van haar zijde nog aanvullingen zijn met betrekking tot het stuk.
Nee, ja, mijn vraag is eigenlijk in hoeverre zeg maar de, inderdaad de tekst, de vraag die eerder ook werd gesteld, zo kan blijven. Of dat daar aanpassingen in plaatsen. Dat zit met name op het punt van de volgorde van de dingen. Ja. Voorzitter, ja. Ik dacht dat ik u in een richting hoorde gaan in uw beantwoording, dat u zegt, goh, we hebben nu zoveel reacties gekregen. We weten nu hoe we verder kunnen. Dus als u zegt, met wat we nu gehoord hebben, kunnen wij nu verder gaan praten. Want misschien willen wij het wel zo, maar misschien wil de ondernemer het niet zo. Dan zouden wij nu dit besluit niet hoeven te nemen. Dan kunt u verder en dan komt u volgende maand terug met de aangepaste versie. Naar aanleiding van dit, dat lijkt mij dan. Dus ik dacht dat u die richting opging, maar vervolgens... Nou, ik wist niet welke richting of u opging. Maar het is natuurlijk wel zo... Maar wat denk ik helder is, is dat er een aantal punten zijn in het stuk die gewoon nog niet waterdicht zijn. Die nog nadere uitwerking behoeven. Dus je kunt de kip-of-ei-discussie krijgen nu, mevrouw Van Dijk. Maar u kunt, er zijn hier heel veel opmerkingen gekomen. Er is een nadrukkelijke wens om het definitieve erfpacht over het contract te zien en goed te keuren voordat we doorgaan. Ja. Ik zou zeggen... De dingen die we hebben verteld, zorgden die heel goed geborgd zijn in de erfpachtovereenkomst. Daar besluiten we met elkaar. En volgens mij kunnen we dan verder. Voorzitter, misschien als ik aan mag vullen. Volgens mij is het sluiten van erfpachtovereenkomst een bevoegdheid van het college. Ja. Maar gezien wat er net aangescherpt is, toegezegd is bij de kaders, zullen we een aantal van die zaken in de erfpacht terugzien. Wilt u ons toezeggen dat alvorens de erfpachtovereenkomst verleden wordt of wat dan ook, dat de Raad daar dan op zijn minst de goedkeuring aan kan geven? Wat in veel van de bijdragen zonder meer te horen was, die erfpachtovereenkomst die moeten we zien en de aanpassing daarvan moeten we zien voordat we überhaupt verder kunnen. Vandaar dat je in de wel eens niet, of in de kip-of-ei-discussie komt. Je kunt nu wel iets besluiten, maar bij het eerste, de beste onderdeel waarvan je zegt van dat ligt toch anders, dan zou je weer opnieuw de discussie ingaan. Dus eigenlijk... Ik stel toch voor, gelet op de discussie nu, om even kort te schorsen, al is het maar 2 of 3 minuten, dan kunnen we daar toch meer helderheid over krijgen, want anders blijven we in de kip-of-ei-discussie en die moeten we niet hebben, want daar is het te belangrijk voor. Mag ik 2 minuten, 3 minuten schorsen? Dames en heren, ik zou even, we hadden gezegd, kort een schorsing. Als iedereen aanwezig is om heel kort nog even te sonderen met betrekking tot de fractievoorzitter. Als zij een moment hebben, dan kunnen we even kort afstemmen over wat precies bedoeld is en hoe verder. En dat doen we even in de BNW-kamer. Ik stel voor dat we de vergadering hervatten. Na een dubbele schorsing. Het was 2-1. En ik zou graag mevrouw Van Dijk het woord geven bij de hervatting van de vergadering. Mevrouw Van Dijk. Ja, dankjewel. Zoals u heeft kunnen beluisteren, zit er een grote lijn in dat iedereen zoiets heeft. We moeten gewoon het dossier tot een goed einde brengen samen en we willen er ook positief in meedenken. Maar we hebben natuurlijk ook wel veel kritische kanttekeningen laten horen. Dus we hebben als fracties besloten om met betrekking tot dit agendapunt 1 te besluiten. 2 en 3 te laten vervallen, maar alles wat hier gezegd is meegenomen gaat worden in een nieuw besluitpunt, namelijk 4. Dat er een addendum gaat komen op de erfpachtovereenkomst en dat deze zo snel mogelijk ter goedkeuring voorgelegd gaat worden aan de Raad. Maar daarin is heel nadrukkelijk verwerkt de wensen en de kaders zoals ze hier zijn uitgesproken door de diverse fracties. Dank u wel. De eerste termijn goed geluisterd hebben en de punten die ingebracht zijn. De opmerking die mevrouw Van Dijk gemaakt heeft met betrekking tot de punten 1, 2, 3 en 4. Wat dan 1 of 4 of 1 en 2 zal worden, maar dat gaan we allemaal zien. Er is druk op de ketel. We willen zo snel mogelijk bij u terugkomen. Kunt u dan met het voorstel zoals door mevrouw Van Dijk gedaan instemmen? Dat is het geval. Dan hebben we met betrekking tot... het landgoed Nederheide een besluit en met de nadrukkelijke opmerking daarbij dat het zo spoedig mogelijk een vervolg gaat krijgen.